Nou, laat mijn pamperroutine maar beginnen. Yay! Ik was altijd best wel onzeker over hoe ik over zou komen. Oké, zo zijn ze geworden. Maar zoals altijd, alles in mijn leven heb ik weer haast. Samen knuffelen! Ja! Goedemorgen en welkom bij vlogmas nummer 10. Jeetje, oh my god. Het is vandaag, welke dag is het vandaag? Het is vrijdag. Oh my god, ik kom er niet eens meer uit. Mijn ogen zijn helemaal dik omdat ik freaking slecht slaap. En de hele tijd vroeg opsta. En ik ben echt super moe vandaag. Dus ik weet eigenlijk nog niet echt wat ik vandaag ga doen. Maar ja, morgen ga ik in ieder geval meedoen met een voetbaltoernooi. Van mijn zoon. En dan doen de ouders spelen dan ook mee. En natuurlijk heb ik me weer opgegeven. Niet dat ik zo goed kan voetballen, maar omdat ik het gewoon super leuk vind. Dus voor morgen wil ik wel een beetje fit zijn. Dus ik denk dat ik vandaag gewoon een beetje rustig aan ga doen. Met al dat editen 's nachts. En gisteren was ik ook best wel laat thuis vanuit de stad. En oh, ik heb gewoon heel veel dingen op elkaar gepland en gepland. Dus ik denk dat ik vanavond voor mijn vlogmas een lekkere pamper avondroutine ga filmen. Ja, dat ga ik doen. Het is me net binnengeschoten. En dat ga ik. Dus lekker een maskertje. Lekker relaxed. Lekker mediteren. Dat soort dingen. Gewoon lekker helemaal in de vibe of zen zijn. Dus dat ga ik doen. Mijn stem begint ook een beetje weg te gaan. Ik weet niet waarom. Die gaat altijd zomaar ineens uit het niet weg. En dan komt hij weer. Dus misschien dat hij aan het einde van de middag weer daar is. Maar who knows. Ik weet het niet. Anyways. Nu ga ik lekker even mijn theetje opdrinken. Super moe nadat ik van de stad was gekomen. De stad was trouwens wel super gezellig. Weer sushi gegeten. Dat is gewoon de tweede keer sushi. In een week. Achter elkaar. Daar gaan we al. Jongens. Lekker even op de bank hangen, mijn theetje op drinken, editen. En dan vanavond kom ik lekker bij jullie terug. En dan gaan we lekker samen pamperen. Lekker chillen. Sally. Kijk waar Nick mij in heeft getagd. Kijk, jij is zaterdag, dus morgen. Bril, ik zweer het, je moet maar even daarmee doen hoor. Maar ik was dus helemaal vergeten dat ik nog voor Memphis een tractaties moet maken. Het is nu bijna 12:30 en 12:45 moet ze af zijn. Niet of ik met sneeuw of zonder sneeuw doe. Maar ja, anyways. Ik ga dus nu dadelijk heel snel die dingetjes in elkaar zetten voor Memphis. Ik wil laten zien wat ik had bedacht. Ik had alles al gekocht, dus dat scheelt. En daarna had Nick een idee om de nieuwe iPhones te gaan kopen voor ons twee. Yay, ik ben wel echt super toe aan een nieuwe iPhone. Die van mij is echt, ja, die heb ik al vet lang nu. Vind ik wel super leuk. Dus ik hoop dat we daaraan toe komen. Ik praat super snel. Althans, als ik enthousiast word, praat ik super snel. Oké, ik ga nu even snel verder met mijn video. En dan ga ik daar even die zakjes in elkaar zetten. Nick is naar thuis gekomen en die heeft alvast alle popcorn gehaald. Oh, jeetje. Oh, wat gebeurt hier nou? Ze mogen zeg maar niet echt ongezonde dingen. En deze is toch nog best wel healthy. Er zit ook niet zoveel zout op. Dus die ga ik in van die zakjes doen. En dan plak ik er oogjes op en zo. Het allemaal heel cute. Die Oompa Loompa dingen zijn bijna uitgedroogd. I know, ik zeg het echt iedere dag. Annoying. Maar ja, anyway. Oh, hij is er. Ik ga meteen verder. Kijk eens, hij is er. Oké, zo zijn ze geworden. Maar zoals altijd, alles in mijn leven heb ik weer haast. Dus ik ga nu heel snel de auto instappen. Deze ga je uitdelen. Je moet je even vasthouden. Oh, weer haasten en doen. Ik heb heel snel... Er moesten eigenlijk oogjes op dit ding. Maar ja, die oogjes waren niet zelfklevend. Hè? En mijn lijmpistool was op, dus ik kon niks meer. Oké, het uitdelen ging goed. Nu ben ik onderweg naar een lesje op school. Want ik was ook dus vergeten dat die voorstelling. Want heeft hij eigenlijk een modeshow of zoiets? Zoiets, fashion show hebben ze zelf gemaakt. Oh ja, dus daar moet ik ook nog even naartoe. Mega honger. En ik heb helemaal niet veel gegeten. Maestro, muziek. Essentiali, Julius, Jody, Sabenzi hebben samen weetjes opgezocht over Italië. En zijn daarmee van start gegaan. Kijk, in Italië is het land van pizza eten en spaghetti en meerdere gerechten. Kledingmerken. Oh leuk! Oh my god! Even nodig. Nubbel! Nubbel!
gaat Lesjo vallen. Oh, hij is gevallen. Ik moet ze allemaal pakken en dan gaan we even samen puzzelen, ja? Kijk. Oké, je gaat even deze. Kijk, dit is het voorbeeld. Het zijn twee dino's. Even kijken. 1 en 2 en 3 en 4 en 5. 15. Dan moeten we even de hoekjes zoeken. Ik ga even de pijl. En in deze box. Ga je me helpen? Want jij bent beter in puzzelen dan mama. Ik heb vijfers. Dat is een kaleidoscoop, hè? Dat is een Lego. Ja, een kaleidoscoop. Kijk, ik heb hier een stukje en hier. Dit past wel. Haha. Kijk, als we allemaal kijk, neerzetten. Kijk, hij moet hier. Maar zit de code op een zee. Wat zeg je? Gaat ik de pakjes. Kijk, we moeten even zoeken. Kijk, hier heb je ook weer wat. En daar moet roar komen te staan. Dus even kijken. Yay! Goed zo, Memphis. Het is best wel een pittige puzzel, hoor. Ja! Ja! Ik heb een pakje. Zo, dus. Ja, heb je heel goed gedaan, hoor. We zijn een paar puzzelstukjes kwijt. Bril! Ja, de zonnebril. Yay! Yay! En nu de puzzelstukjes. Puzzelstukje, waar ben je? Hij zit op mijn kerstboom. Heb je er een gevonden? Oh. Oh, oh. Oh, een bal is gevallen. Ik kom er. Kom eens. Ik ga mee. Puzzelstukje. Puzzelstukje. Huh? Heb jij dat daar opgeplakt? Ja, die komt zijn poppen. Zo, ik ga zo meteen beginnen met koken. Ik heb voor vanavond, hoe heet het ook weer? Bloemkoolpizza. Dus ik doe de bloemkool malen. Daar maak ik dan een soort van deeg van. Die doe ik in de oven en de groentes bak ik dan apart. Ik hoop dat het lekker is, want ik heb het nog nooit eerder gehad. En ik hoop ook dat de jongens het lekker vinden. Ik ga nu beginnen met de bloemkool tot rijst te malen. Alleen ik heb geen keukenmachine, dus ik moet het met een blender doen. Kijk, zo'n big boy. Oh, prijskaartje moet er nog aan. Mijn bloemkool heeft een prijskaartje. Hier gaat de eerste portie. Cross my fingers. Oh, dit wordt weer een heel gedoe wat ik wil. Ik doe het wel in 180.000 etappes. Is hij weer kapot? Oké, wacht even. 80.000 pogingen. Is hij eindelijk af? Nou, het ziet er eigenlijk wel heel erg goed uit, vind ik. Nou, laat mijn pamperroutine maar beginnen. Ik ga nu eerst even lekker douchen. En dan doe ik lekker een maskertje op. En dan ga ik boven even chillen. Ben ik er weer klaar voor. Ik heb dit maskertje. Ik was vergeten mijn komkommer te pakken, dus die ga ik nu even snel snijden. Ik ga nu even wat in mijn boek nog schrijven. Ik was even een beetje aan het teruglezen wat ik vroeger heb opgeschreven. Ik vond dit wel een hele mooie om te delen. Aan het begin van mijn, voordat ik met YouTube begon en zo, weet je. Ik vond het heel eng om met mijn YouTube kanaal te beginnen. Omdat je toch wel dingen van je leven deelt. En ik was altijd best wel onzeker over hoe ik over zou komen. Gewoon stomme dingen. Ik leef mijn leven zonder angsten. En dat heb ik eigenlijk inderdaad gedaan. Niet meteen, maar de jaren daarna ben ik wel steeds mijn angsten gaan uitdagen. En steeds verder gegaan en uit mijn comfortzone gegaan. Dus ja, dat doet wel wat met je als je dat dan nu leest. Dan was ik gisteren best wel gestrest de hele dag. Maar dan denk ik nu wel van, oké, ik vind het heel stoer van mezelf. Dus dat wil ik even met jullie delen. Ik voel dat mijn huid begint ook een beetje rood te worden. Ik weet niet of jij begint een beetje aan de rode kant. Deze. Deze is ook van Kiehl's. En die is de Midnight Recovery Concentrate. Oh, voelt zo lekker aan. Oh, ik heb hier nog heel veel. Even masseren. En dat is echt zo lekker in huis. Wanneer de kerstboom staat, dat het lekker naar kaneel in huis ruikt. Zo
zo perfect. Dit was alweer het einde van mijn video. Vond je dit een leuke video? Vergeet geen duimpjes omhoog te geven en te abonneren. Dat doe je door hier of daar te klikken. Ik weet niet, één van de twee in ieder geval. En tot en met kerst vlog ik iedere dag. Dus ik zie jullie morgen weer. Slaap lekker. Ik hou van jullie. Oh ja, en vergeet het notificatiebelletje niet. Dat was een soort van knipoog. Doei doeg!